Young 22, The Reasons of Ego. Hallo, ik ben Stefan Ruitenbeek van Kirak. En hier volgt een gesprek met een belangrijke TV-executive. Als hij ja zegt op ons plan, dan komen er honderden duizenden euro's vrij om de film te kunnen maken. You will now hear a recorded conversation with Oscar, editor-in-chief of Uur van de Wolf, in English, Hour of the Wolf. During Hour of the Wolf, they broadcast cultural documentaries that nobody watches. But directors get a basic fee of 50,000 euros from the state to show their film. Plus, it's a precondition for additional state funding, up to 300,000 euros for a documentary. Of course, it's a small circle of friends who get awarded this opportunity. And it's depressing to watch the cheap shit they produce and the houses they buy from this money. I would really be able to do something special instead. Oscar decides what goes on Uur van de Wolf, and he says he likes Kirak, so I send him a work edit of a new film. He responded with a long email explaining what's wrong with it, why they would never broadcast it, and now he wants to elaborate over the telephone. Oké, man, ik heb je een vrij uitgebreide mail gestuurd. Ja. Was er wel een beetje een worsteling, omdat ik, laten we zeggen, het hart en het hoofd botsten een beetje. Omdat ik, rationeel heel veel redenen zijn om te stoppen met onze betrokkenheid bij het project. Stoppen. Dat is het beste. Ben je bang? Ja. In de film die ik Oscar voorstel, kun je zien hoe Philip door een fout van de overheid miljoenen euro's verdient op een kunstdeal. Ja. Heb je ook zin om dit te zien? Oscar niet. Maar hij vindt het wel jammer dat hij het niet kan gebruiken. Maar aan de andere kant zegt het hart van ja, het is wel jammer. En waarom vind je het jammer? Nou ja, wij willen naast mainstream willen we ook graag avant-garde. En daar hebben we het de vorige keer heel uitgebreid over gehad. Ik ga natuurlijk geen avant-garde om het avant-garde uitzenden. Wij doen vernieuwende, anarchistische producties als wij heel erg overtuigd zijn dat dat een publiek voor is. Ja. En deze film gaat geen publiek krijgen via het Uur van de Wolf. Daarvoor zijn er veel te veel obstakels in de productie zoals die nu is. En dat, ik heb je daar de belangrijkste kenmerken van genoemd. Hè. Dus het is voor de gemiddelde kijker veel te onduidelijk, veel te rommelig. Het is veel te in-crowd. Dus en zo zijn er nog wel een aantal echt hele wezenlijke kenmerken die je kan je best bij documentaire iets voorloven, maar dit is gewoon veel te veel. Het zijn te veel obstakels achter elkaar. Dus men struikelt gewoon in de eerste 5 minuten. Ja, veel te veel met de rug naar de kijker. Je hebt 16 producties gemaakt zonder de publieke omroep en een lineaire omgeving. Je hebt je eigen online omgeving gezocht en gevonden. Ja, maar ik zoek natuurlijk wel echt geborgenheid, aansluiting en ook bescherming in de volksverheffende omgeving die de NPO vermacht te zijn. Daarom vind ik het jammer dat jij met een soort doelgroep denken het experiment uitsluit. Want dan krijg je ook nooit te zien wat er gebeurt wanneer je dit dus wel eens loslaat op 55-jarige mannen en vrouwen die niet met jouw bril zitten na te denken, zou dit voor andere 55-jarige mannen en vrouwen interessant zijn? Ja, ik kan me niet zo herkennen in wat je nu zegt. Ik vind een ongenuanceerde en onevenwichtige reactie op al mijn pogingen om jou zo genuanceerd mogelijk te informeren over wat wij doen. Als je onze portfolio bekijkt, dan zie je dat wij ieder jaar experimenteren. En om je een idee te geven waarom ik vind dat je niet gelijk hebt, 3 jaar geleden is er een plan binnengekomen van een jonge maker die wilde fictie, non-fictie en animatie in een productie verzamelen laten smelten over een totaal onbekende schrijver uit Israël. Kijkcijferpotentie zeer gering. Dat project is door alle omroepen afgewezen. Ik heb het opgepakt. Het is gemaakt.
ondersteuning geboden. De film heeft een internationale Emmy gewonnen in New York. Maar ik heb natuurlijk wel een heel traject met de maker doorlopen om ervoor te zorgen dat die film toegankelijk werd. Wat je nu zegt, dat begrijp ik heel goed. En ik zou toch willen kijken of ik jou ook zou kunnen uitdagen met een andere visie. En daarom heb ik een voorstel. Nou, ik zit er klaar voor. Ja. Ik zeg nu een getal, kan ook meer of minder zijn. 10 mensen uit jouw doelgroep in een zaal met 1,5 meter afstand. Kan ik bij de balie kan ik dat regelen. En 10 mensen uit mijn doelgroep in een zaal zetten. Naar de edit laten kijken. Die zal wel beter zijn dan nu. Dus veel van jouw kritiek zal denk ik ook wegvallen. En dan wil ik het gesprek wat volgt met die kijkers en jou en mij, wil ik filmen om te kijken hoeveel van jouw aannames met betrekking tot jouw publiek klopt. In hoeverre die van mij kloppen, of ik ernaast zit. Zodat we daar een dynamisch onderzoekende situatie bij creëren. En dat wordt ook ja, onderdeel... We dwalen nu heel snel van elkaar weg. Waarom? Dit ga ik natuurlijk helemaal niet doen. Waarom niet? Nou, omdat ik programmeer helemaal niet op basis van het principe dat datgene wat de doelgroep wil, dat bieden wij aan. Wij zijn helemaal geen volgers van onze doelgroep, maar wij hebben wel kennis van onze doelgroep. Ik ben aangenomen in deze baan op basis van kennis en ervaring en eigenzinnigheid. En ik programmeer nu al een paar dagen onze rubriek op basis van die beginselen. Wat jij beschrijft was eigenlijk meer in een commerciële omgeving. Dat je allerlei testpublieken gaat vragen wat ze mooi vinden. Zolang ik het vertrouwen heb van mijn directie om mijn eigenzinnige keuzes te maken op basis van mijn kennis en ervaring, is dat mijn kompas. Maar ik bied alleen maar aan om de kennis te vergroten. Ik zeg helemaal niet dat je er iets mee moet doen. We zijn alleen maar kennis aan het vergroten. Ja, maar ik vergroot mijn kennis op een hele andere manier. Ik krijg 500 voorstellen per jaar binnen. Die lees ik allemaal. Dus ik lees daarmee ook heel goed wat er onder documentairemakers aan thema's leeft. Ik lees hun vormgevelijke ideeën. Ik ga naar de kunstacademies. Ik hou me op de hoogte van wat jongere mensen willen maken. Ik zie wat er bij de collega-omroepen wordt gemaakt. Ik ga bezoek buitenlandse festivals. Ik ben in een education permanent. Daar heb ik geen groep van 10 mensen uit een specifieke doelgroep voor nodig. Wij hebben helemaal niet de arrogantie om het te weten. Maar om nou op grond van het feit dat wij jouw plan niet geschikt vinden, nu een heel circus op te tuigen. Weet je, als ik aan elk van de 500 voorstellen die wij krijgen net zoveel tijd en energie zou besteden als ik nu aan jouw project heb gedaan, dan heb ik 10 man extra personeel nodig. Ja, ik ben gewoon echt benieuwd als jij in die mail aan mij zegt, de kijker heeft hier geen idee bij. Het is een serieus probleem dat de kijker niet echt een idee heeft waar hij... Ja, dat is mijn vak, Steve. Dat is mijn vak. Maar wie is die kijker dan? Ik wil eigenlijk een beeld krijgen van wie die kijker is in jouw hoofd. Waar jij naar verwijst. Ik moet het formuleren. De montage die je gestuurd hebt, en dat heb ik je gemaild, voldoet niet aan de kwaliteitseisen. En het gevolg daarvan is dat de kijker dan afhaakt. Maar ben jij afgehaakt? Vond jij het saai? Nou, ik ben niet de enige die de montage bekeken heeft. Ik heb ook collega's en die waren aanzienlijk kritischer dan ik. Die vonden het saai, die vonden het gewoon blubber. Zeer rommelig. Zeer rommelig vonden ze het. Ja, zeer rommelig en heel onduidelijk. Eigenlijk precies de trefwoorden die ik aan het begin van ons telefoongesprek ook aangaf. En het is natuurlijk altijd hard slikken als je zoveel liefde in iets hebt gestopt als jij en je krijgt een afwijzing. En ik, bij hoge uitzondering ben ik bereid om je daar heel uitgebreid over te informeren, over die afweging. Maar uiteindelijk is dat toch waar je het mee moet doen. Nou ja, op zich, ik regel alles, hè. Dus het duurt maar een uurtje. Dus ik regel alle mensen, ik doe alle productie ervan. Je hoeft alleen maar op te komen. Laat dat idee varen, Stefan, want dat ga ik gewoon niet doen. En dat is niet omdat ik uit ego-overwegingen, maar het is gewoon niet haalbaar voor mij. Je onderschat de werkdruk bij ons. Maar ik ga het ook om principiële redenen niet doen. Want dan was ik bij de commerciële gaan werken. Daar werkt men zo. Maar bij de publieke omroep werken we vanuit een missie. Maar ik ben eigenlijk echt geïnteresseerd in de discursiviteit die er ontstaat. Dus eigenlijk de verlichting die er ontstaat wanneer je een aantal mensen naar een film laat kijken. En je gaat dat gesprek hebben over wat zijn kwaliteitseisen eigenlijk met betrekking tot het maken. Wat is avant-garde? Wanneer ervaren we iets als rommelig? Wanneer heb je het gevoel dat... Dat iemand serieus is of niet. Of dat je die... Maar weet je, dan heffen we mijn afdeling op en dan huren we gewoon 20 mensen in en die zetten we in een zaal, die laten we ergens naar kijken en die laten we dan stemmen. Maar zo hebben we het niet georganiseerd. En zo in die omgeving wil ik ook niet werken. Nee, maar we gaan ze geen stemrecht geven,
Ja, ik, weet je, Stefan, ik kan hier echt niks mee. Dus ik met jou over alles praten, maar... Jij wil het eigenlijk niet met mij verder gaan onderzoeken. Dat vind je toch niet interessant genoeg. Nou, er is nog een andere reden waarom het niet interessant en goed genoeg is. En die heeft te maken met koning Philip. Ik vraag mij voortdurend af. En dat, ik vind zelf dat jouw hoofdpersoon ook een beetje in de maling wordt genomen, Philip. Ja, als hij een belangrijk personage in de film is en je doel is om iemand een beetje op de hak te nemen, dan is dat op zich al iets wat niet zo bij ons past. Het Uur van de Wolf is een rubriek die in een genre wat heel kwetsbaar is, namelijk de kunst, de schijnwerper wil zetten op wat onderscheidend is, wat kwaliteit heeft, wat de mensen tot denken stemt of inspireert of troost biedt of whatever. Philip doet geen van dat alles. Philip is een man met heel veel geld. Philip is voor ons niet een voor de hand liggende hoofdpersoon voor een film. En als hij dan ook nog eens belachelijk wordt gemaakt, dan komt er een enorme afstand tussen mij en de film te staan. Dus ik denk niet dat ik daarnaar wil kijken. Ja, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik wel. Je denkt gewoon, waarom zit ik in godsnaam naar die idioot te kijken? En zelfs zij vinden hem idioot en nemen hem niet eens serieus. Waarom moet ik hier naar kijken? Nee, die man is voor mij niet interessant. Omdat uiteindelijk ik het verhaal van een man die door middel van veel geld iets probeert te creëren, niet interessant vond. Ja, ja. Nee, zo'n rijke man is niet interessant. Nee. Oscar and I started talking because of the Kirak films that I already made. Apparently this clerk, with his ass set on the money, saw something in them. Now I wonder whether any of them would have qualified to receive state funding. Or is he making a fool out of me, wasting my time just to feel important? The joy of rejecting a creative genius such as myself on the basis of quality standards. Had jij dat gevoel, heb je dat gevoel ook bij de andere Kirak films? Dat je uiteindelijk denkt van ja, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Wat een los zand dit. Maar ze zijn ook, vind ik, echt heel verschillend. Heel verschillend. Dus ik kan dat niet zo generaliserend zeggen. Ja. Ja, ik verveel me kapot als ik naar Uur van de Wolf kijk. Je verveelt je kapot? Ja, ik vind het allemaal heel slecht en saai en plat. Nou, dan moet je daar toch ook geen onderdeel van uit willen maken. Nou ja, jij hebt het geld. Jij zit op een grote zak met geld en ik heb niks. Nou, ik zit op een heel klein zakje met geld en ik moet heel erg mijn best doen om de rubriek in de lucht te houden. Daar moet ik voortdurend allerlei fondsen voor aanschrijven. Ja, omdat die films allemaal zo saai zijn en het zo irrelevant is. Ik heb niks meer toe te voegen, Stefan. Nee, ik snap het. Ik snap het. Het is jammer dat je het zo ziet. Ik moet natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen dat ik denk dat er echt iets aan die vorm moet gebeuren bij Uur van de Wolf. En dat dat ook een stagnatie is. Dat er is niet zoveel ruimte voor experiment. Dat maken jullie jezelf wel wijs, maar dat is niet waar. Nee, daar heb je gelijk in. Je zou kunnen zeggen dat in de tijd waarin wij nu leven, de ruimte voor experiment en avant-garde bij de publieke omroep op de lineaire kanalen heel erg klein is. Ik vind zelfs als je kijkt naar de VPRO en je vergelijkt de VPRO met 30 jaar geleden, dan zie je dat daar een ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Daar geef ik je gelijk in. Maar ik wil toch aan jou de vraag stellen om introspectie te doen en jezelf af te vragen, zit er misschien iets in en heb ik zelf ook een deel aan de reden dat zoiets als Uur van de Wolf niet meer die vooruitstrevende, spannende avant-garde positie heeft, waardoor er ook dat gevoel van noodzakelijkheid is? Oké, daar ga ik over nadenken. Ja. Te gek. Te gek. Ik ga hier met collega's mee aan de slag. Heel veel succes met je activiteiten. Ja, dat gun ik je zeer. Ja, dank je. Oké, doei. Doei. Hoi. Een hele zachte man, hè? En tegelijk een hele autoritaire man. En dat wil hij niet aan zichzelf toegeven. Dat is niet interessant, hè? Dat is geen interessant gesprek, dit, hè? Dat is wel interessant. Waarom vind je het niet interessant? Je kent het zo goed, je kunt er niks tegen doen. Het is complacent van ze. Het is doods. Het is, weet je wel? Dus je zou het ook niet eens willen laten zien? Nee. Ik denk dat je het wel moet laten zien, eigenlijk. Want dat is precies waar het spook. Want ik bied hem gewoon een gratis moment aan, hè? Toch?
Hij is helemaal niet geïnteresseerd in mijn kijkers. Dat is toch heel mooi dat je dat ziet? Dat ga ik niet doen. Hij zegt het ook heel helder, je kan het heel kort maken. En wat vond je ervan dat ik zei dat ik het heel saai vond, wat er allemaal op Uur van de Wolf gebeurt? Ja, die steen die dan op de bodem van zijn maag valt, als je dat zegt. Daar kan hij dan niet omheen, hè? Dan moet hij toch gelijk geven. Waarom is dat dan? Nou ja, omdat je dan de rollen omdraait, hè? Hij heeft dan de hele tijd lopen zeggen dat wat wij doen niet voldoet. Dat hij vanuit zijn eigenzinnige redacteurschap dit niet gaat doen. En dan weer dat hij dat risico eigenlijk niet kan lopen. Dan weer dat hij dat risico wel kan lopen. Dan weer dat het eigenlijk gaat om de ambachtelijkheid. Kirak is rommelig. En dan heeft hij het aan zijn collega's laten zien. Die hebben andere Kiraks weer niet gezien. Dus die kunnen die vertaalslag niet maken. Ja, die hebben die dan al ook gezien. Maar... Of alle Kiraks zijn zo verschillend, er zit geen lijn in of zo. Maar in Uur van de Wolf zit wel echt een lijn. In een Uur van de Wolf film, zo'n hele saaie documentaire. Ja, en ook tussen de verschillende documentaires zit een visie. Er zit echt een visie. Terwijl Kiraks zijn zo verschillend, er zit geen visie achter of zo. In ieder geval, dat is jou de hele tijd aan het vertellen. En dat vindt hij eigenlijk... Hij kan niet genieten van de autoriteit waarmee hij dat doet. Want dat past niet bij de cultuur van die baan. Dus het is een soort van onbevredigend genieten wat hij dan zit te doen. En als jij dan ineens zegt, ja, maar ik vind wat jij doet echt heel erg saai. En dan ben jij ineens toch ook die kijker die dan niet naar de Uur van de Wolf kijkt. Zo. Dan promoveer jij ineens weer tot avant-garde filmmaker die hem zegt dat wat hij doet gewoon dood is. Dat is echt grappig, toch? Ja. En dan gaat hij daar weer onder liggen. Maar daar wil hij ook zo snel mogelijk ophangen. Want uiteindelijk wil hij die rol natuurlijk niet hebben. Ik denk dat we het ook niet alleen maar moeten zien als oh, zielig voor ons dat we daar niet bij mogen horen. Ja, ik denk gewoon heerlijk of zo. We hebben het lekker helder. Maar dat is een soort van de jurist in mij, hè? Nu kunnen we ook gewoon laten zien dat het zo is. Je vecht altijd tegen je eigen cultuur. En het is maar heel zelden zo dat dat niet zo is. Dat degene die tegen de cultuur vecht, daardoor ook wordt beloond door de cultuur.